Dus zo'n 45 hier en keepwenten bouwd worden met wetterpartijen en onleesplakken. Wie het is het er wel, maar het had nou de bijnaam een moeras kregen. Er ben wat grotere bende, je wat badje en soldatie duggen, weet ik van mijn eigen ben. Maar ja, hier is het heel smerig, je leest wat dingen al. Ja, ja, het is natuurlijk wel gevaarlijk, want ik heb je saai in een futzakje. Maar goed, we zijn in Friesland, hè? Dus daar moet ik wat batten worden. Ja, maar ben ik midden in het warm, dus ja. Ja, nee, dan moet je er wenningen komen. Dus de ben, het is leuk dat ze je nou badje, maar dat is natuurlijk net het idee ervan. En wat vindt het warpen nou van ja, dat het zo bijlaat? Is dat leelkoer of... Tuurlijk, de actiebereidheid is heel groot, want dit is al het CNI's. Wij krijgen het dwars zo lang en ik echt heel vaak vragen, privé, maar ik gewoon in de algemene ledenvergaderingen van nou ja, wanneer gaat er nou wat gebeuren. Woon Friesland lust hem jij er al waarom uit het plan van winkels, appartementen en kantoren in het centrum? Nou ja, dat is weer iets wat net teruggaat uit het centrumplan. En dat is wel heel erg jammer voor Kouden, want wij willen terug. En wij willen ontwikkeling bloeien. Wat belangrijk voor ons dwarp is. Voor de onwas van naaien gezin. Maar ik voor toerisme. Waar wij hier op droeien. Ja, maar nou hebben van die brakel is in de treinen hier in Kouden. Ja, daar hebben we net blij van. Dwarpsbelang is in Oelisme de gemeente en mogelijke projectontwikkelders. Om in alle gevallen de haven op te knappen en de heegnedige hierhuizen te bouwen. Het geduld rekt het op. Dit ken echt net en dit is ik net mooi verkouden, want het is zo'n prachtig dwarp.